moest ik nog iets doen? Nee, volgens mij kunnen we zo beginnen. Oké. Nou, goedenavond en welkom aan mijn keukentafel. En een hele speciale welkom aan Via Kimge, Evers van een meisjesnaam. Dus dat weet ik allemaal. En ik zie je voor het eerst hier op de Zoom. Ja. Ja. Misschien heb je mij ooit gezien toen ik heel klein was. Maar... Ja, ja, waarschijnlijk. Toen je heel klein heette je Sarele waarschijnlijk, niet Sarah. Ja, ja dat Sarele. Klopt. Ik herinner me Sarele nog. Maar ja, dat was toen je twee en drie was. Dus dat is een beetje anders nu. Ja, ja. Je bent waarschijnlijk zelf een grootmoeder, of niet? Ja, Baruch Hashem. Ja. Nou, maar goed. Oké, ze worden allemaal een, beetje, een dagje ouder. Baruch Hashem. Ja, precies. Gelukkig. Nou, ik vind het heel fijn dat je hier bent. Het heeft lang geduurd totdat ik de telefoon, WhatsApp heb genomen om überhaupt contact op te nemen. Maar we zijn er. En het is ook voor voorlopig weer de laatste sessie vandaag. Dus ik ben heel blij dat het toch gelukt is om elkaar hier vanavond te zien. Eén seconde. Goed. Nou, laten we gewoon bij het begin beginnen. We willen heel graag horen waar je bent geboren en getogen en informatie over je jeugd en ook informatie over je ouders. Nou heb ik zelf net het boek van je moeder gelezen en dat is geweldig. Heel bijzonder. Maar, ja, het is echt onvoorstelbaar, maar dat kunnen we nu niet zo behandelen. Dus ik wil heel graag van jou horen. Oké. Okay. Vertel. Oké. Ik ben in 1956 geboren, dus in naoorlogs Nederlands. En Aviva, die hier toen net was, en misschien is er nog steeds, was bij mij op school ook. Ik ben geboren in een traditioneel Joodse huishouding, maar niet vroom. Dat wil zeggen traditioneel, heel Joods. Roshon Yom Kippur, weet je, Pesach een beetje, dit en dat, maar niet zoveel verder. Mijn ouders hebben ons naar Rosh Pina gestuurd, wat eigenlijk heel uitzonderlijk was bij hun, hun vriendenkring. Niemand deed dat, stuurde de kinderen naar Joodse school. Dus mijn ouders wilden heel graag dat we een Joodse opvoeding zouden krijgen. En daardoor, door de invloeden daar, we hadden een heel fantastische klas. Echt een heel fijne klas. En we hadden ook Tikwatenu, zoals jouw ouders, die waren er heel belangrijk bij. En Bnei Akiva. En die hebben ons, en natuurlijk ook de leraren op Rosh Pina en Maimonides. Dat waren allemaal vrome leraren toen. Dat was heel interessant. Dat was dus naoorlogs Nederland. Want ik ben in 1960 al naar school gegaan. Dat is dus 1960, 15 jaar na de oorlog. Dat is niet veel. Dus wat betreft Jodendom ben ik heel erg bemazzeld geweest. Zijn we heel erg bemazzeld geweest. En wat heel bijzonder is van mijn ouders, behalve ik zeg, ik heb echt fantastische ouders gehad. Echt fantastisch bijzondere ouders. Die heel aardig waren. Heel goede mensen. Ze zijn natuurlijk allebei survivors geweest van de oorlog. Mijn moeder is zelfs naar het kamp geweest, naar Auschwitz. En weer terug, dat weet je dus van het boek. Maar mijn vader moest zich verbergen in de oorlog en heeft zich als een boer, een boerenhulp kunnen uitbesteden, weet je, in het oosten van het land. En dus de mensen wisten niet dat hij Joods was. Natuurlijk niet, anders was hij er al lang geweest. Maar dat heeft hij dus wel anderhalf jaar moeten doen. Anderhalf jaar, twee jaar misschien zelfs. En Baruch Hashem hebben ze beide overleefd. En het was een heel bewust Joods huis. Maar zoals ik zeg, niet erg observant. Wat betreft allerlei soorten dingen. Maar mijn ouders wilden graag dat wij een bewust Joodse opvoeding zouden krijgen. En ze waren ook heel betrokken bij de gemeenschap. Ze waren altijd in de oudercommissies en bij de JNF en bij, weet ik veel, de Joodse Raad en het bestuur en dat soort dingen. Mijn moeder zelf heeft de Bora opgezet, weet je, de Joodse Vrouwenvereniging. En dat was ook gewoon heel bijzonder. En toen wij, de kinderen, dus vroom wilden worden, en dat was eigenlijk heel vroeg al, want ik weet dat ik voor mijn bat mitzwa heb gevraagd, kunnen we alsjeblieft, ik hoef geen partijtje, ik hoef niks, maar ik wil graag dat ons huis kosher wordt gemaakt.
En mijn ouders waren er nog niet aan toe, maar toen ik 14 was, werd het toch gedaan. We hebben langzamerhand veel Joodse dingen naar binnen gebracht. Shabbos, kaarsen en kiddush en benchen. En dat ging langzamerhand aan. En zelfs een Shabbosklok. En tegen de tijd dat ik dus 14 was, was het echt een volle Shabbat en een vol kashrut. En dat is kol hakavod voor mijn ouders die dat hebben bereid zijn geweest om dat te doen. Dingen, dus hun hele huizen echt bereid waren om dat om te gooien, als het ware. En ons, de kinderen, de gelegenheid te geven om een vol Joods leven te leiden. Oké. Dus, daar wil ik heel even inderdaad bij stilstaan. Want dat vond ik ook zo bijzonder toen ik het boek las. Ja. Je hoort het eigenlijk nooit. Dat ouders op deze manier, of in ieder geval hier in Nederland heb ik het nooit eerder gehoord. Dat ouders met zulke jonge kinderen hun hele leven omgooien. Omdat de kinderen dat zo graag willen. Ja, het was en echt heel bijzonder. Het is echt zoiets moois. En het is heel bijzonder. Het was echt heel bijzonder. En dat begrepen we ook. Maar ik zou je zeggen, luister, bij ons thuis was het altijd... als je me vraagt wat voor waarden ik mee heb gekregen. De waarden van oprechtheid en MS. En van aan de gemeenschap geven. En respect voor elkaar. En liefde voor elkaar en voor het Joodse volk. En voor de hele wereld, als het ware. En proberen. En een goede werkethiek ook, moet je zeggen. Het was heel bijzonder. Het was heel bijzonder. Maar mijn moeder zei, op een gegeven moment begreep zij, dat alleen thuis nog niet kosher aten. Maar buiten het huis bijvoorbeeld. Ik weet heel goed dat ik van heel jongs aan geen drijven snoepjes at of zo. Weet je, en ik probeerde altijd melk en vlees gescheiden te houden. Dan moet ik je eerlijk zeggen, er was nooit echt drijvenvlees. Geen varkensvlees en geen paardenvlees en dat soort dingen. En geen vis, weet je, garnalen of zo, nooit. Maar het was natuurlijk toch niet van een kosher slager. En dat hebben ze toen gewoon wel helemaal gedaan. Dat was heel bijzonder. Mijn moeder heeft toen ik 13 was, is ze gaan leren bij mevrouw Nomi Katz. Wat heel bijzonder was. En ze heeft een jaar kashrut geleerd. En Raf Brotman heeft, en mevrouw de Jong is toen een dag gekomen. En we hebben alle dingen getabeld en gekasherd. Dat was een enorme balagan natuurlijk. Maar Raf Brotman was dus degene die dat overzag. En daarna is hij heel leuk. Hebben we kosher koekjes gebakken. En is hij met zijn vrouw zijn ze koffie komen drinken. En heel veel koekjes gaan eten. Duidelijk om te laten zien. Dat het allemaal oké was nu. Ja, dat was very nice. Ja, mooi. Dat was heel fijn. Ja, dat was heel bijzonder. Baruch Hashem. Ik denk dat het geboren is uit bepaalde dingen. Mijn ouders wilden graag... Ze zeiden, luister, wij hebben geen vrome opvoeding gehad. We willen dat jullie de keus hebben. Jullie kunnen kiezen wat jullie willen. Maar je kunt geen keus maken als je niks weet. Je moet tenminste weten. En we voelden... Ik voelde me meteen thuis in een Tikwatenokamp en een Akiva-kamp. En ik wist, Shabbat, dat is het. Kashrut, dat is het. Weet je, het was gewoon duidelijk voor me dat is het. Dit is gewoon waar. Dit is de juiste manier van leven voor Joodse mensen. Dus, Baruch Hashem. Het is geboren uit respect voor elkaar. En dan moet ik je zeggen dat toen we dus overgingen op Kashrut en Shabbat, we hebben altijd gezegd, luister, we laten elkaar vrij. Wij hebben nooit gezegd tegen onze ouders, jij moet dit en dit zo en zo doen. Weet je, als zij wel of geen Shabbat viel, dat is hun zaak. En als wij dat wel deden, was onze zaak. En weet je, er was altijd respect voor elkaar. En we hebben elkaar nooit naar beneden getrokken. En het was fantastisch. En we hebben het echt enorm gewaardeerd. Echt enorm gewaardeerd. Ja, want in welke leeftijdsgroep waren je ouders toen jullie dus een kosere huishouding begonnen? Oké. Ongeveer 45. Tussen de 40 en de 50. Want ik was dus 14. En mijn moeder was 30. Mijn moeder was toen 44.
Ja, dus dat is een enorme vader 46. Stap. Dat is gewoon ja, enorm. Een enorme stap en echt bijzonder. Ja. Ja. Maar ze zeggen altijd dat ze er nooit spijt van hebben gehad. Ze zijn alleen maar rijker door geworden. Dat wil zeggen, niet in geld, daar word je armer van. Maar, als, maar wel wat betreft de rijkheid van het leven. Baruch Hashem. En ze hebben veel nagels gehad van de kinderen. Baruch Hashem en de kleinkinderen. Ja. Mooi. Oké, okay, nou vertel maar verder, want ondertussen is het huis helemaal Joods en alles wordt gedaan. En hoe ging het leven bij jou verder? Ik heb eindexamen gedaan. En toen wilde ik erg graag naar Israël, maar mijn moeder zei, ik wilde een jaar of naar Hagshara of gaan leren. Maar mijn moeder, het was te veel voor haar. Ze zei, luister, ik heb te veel mensen verloren. Ik vind het te eng. Ik wil niet dat je weggaat. En ik kan me dat goed voorstellen. En dat heb ik toen ook gedaan. Later heb ik gedacht, wauw, niet veel kinderen hebben dat gedaan, maar ik heb het toch gedaan. En ik heb een jaar medicijnen gestudeerd, want ik was ingelood voor medicijnen. Ik was de enige van mijn klas, van de 6 kinderen die hadden geprobeerd om erin te komen, was ik de enige. Maar ik had mijn man al ontmoet, Rabbi Alan Kimchi, in de zomer toen ik 18 werd. Ik was ineens klaar met mijn eindexamen. En hij was eigenlijk in Yeshiva in Israël en ik was dus in Nederland. En we elkaar geschreven. En toen, de telefoon was veel te duur. We hebben elkaar geschreven, weet je, longhand. Snailmail noemen ze dat. We hebben elkaar echt een half jaar geschreven. En toen is hij naar Nederland gekomen. En toen zei hij, wil je met me trouwen? En toen wist ik maar niet, zal ik wel niet. Dat was heel moeilijk. Dat was een hele moeilijke keuze, want ik wilde toch dokter worden. Ik wilde in Israël wonen. En op dat moment was hij dus in Engeland, alhoewel hij in Israël was geweest. We zijn later ook naar Israël gegaan, maar op dat moment leek het er niet op. Maar op het allerlaatst hebben we besloten, we gaan toch met elkaar trouwen. Maar dat duurde nog eventjes. Dus anderhalf jaar later, toen ik bijna 20 was, zijn we met elkaar getrouwd. En ondertussen ben ik naar een Londen seminarium geweest, want ik wilde altijd Joods leren. Dus dat heb ik dan toen gedaan, dat jaar. En toen hebben we, en hij heeft filosofie gestudeerd, maar hij had al zijn smiegen toen. En, de smiegen, dat is de rabbinale opleiding. De rabbinale opleiding had hij toen al, maar hij wilde nog wat studeren, oké. Okay. We hebben in Engeland 3 jaar gewoond, we hebben ons eerste kind daar gekregen. En toen zijn we naar Israël gegaan. En daar hebben we 6 jaar toen gewoond. En daar is mijn man inderdaad, hij heeft geleerd en heeft ook lesgegeven op de Michlala, de beroemde Michlala. En ook een yeshiva voor Baalei Teshuvah. Dat was, dat heette Chapel of Dar Genoam. Dat was een hele fijne, goede tijd. Ondertussen hebben we nog een aantal kinderen gehad. En ondertussen heb ik zelf ook aan de Michlala geleerd, erbij. Dus ik heb 3 jaar een hogere opleiding wat betreft Joods geleerd na school. En ik heb ook gestudeerd om iets, dat heet een zwangerschapsbegeleidster te worden. Dat heet prenatal classes. Okay. En dat heb ik eigenlijk als mijn beroep gehad, al die jaren daarna. We zijn daarna teruggegaan naar Engeland in 1984. En mijn man heeft een kehila opgezet. Het was helemaal niets. Het bestond niet. En dat werd een hele grote kehila van ongeveer 400 families in Londen. En dat heet Neri Israël. Het is een soort moderne orthodoxe kehila. En ik heb veel les gegeven. Ik was de rabbaniet daar. Er is veel te doen altijd, als je weet. Ik heb les op school gegeven. Ik heb kalot les gegeven. Ik heb prenatal les gegeven. Ik heb bat mitzwa lessen gegeven. Enzovoort. En Baruch Hashem, 35 jaar zijn we daar geweest. En dat was echt heel bijzonder. En Baruch Hashem, ik hoop dat we wat hebben gedaan. Nou, dat moet vast en zeker. Anders was je daar geen 35 jaar gebleven. Nou gewoon. Ja, dus dat is... het was bijzonder. En toen zijn we 2 jaar geleden op Aliyah gegaan.
En we voelden dat het tijd was om... Het was pensioenleeftijd. En toen hadden we dus de keuze, zullen we nog blijven? De mensen wilden graag dat we bleven. Maar wij hebben altijd gezegd, ja, we willen naar Israël. En als je dan te oud wordt, dan is het veel moeilijker om je daar aan te passen. En niet alleen dat, maar we wilden ook nog wat echt doen daar in Israël. En dat, oh Hashem, dat doen we. We doen dat. We doen daar dingen. We doen daar wat, hoop ik. Ja. Oké, even over de kehila die jullie achtergelaten hebben. Ja. Wie is degene die het overgenomen heeft, iemand die jullie kennen? Dat jullie ja, vertrouwen Baruch in hebben? Hij heet Rabbijn Eliezer Zobin. En die was 3 jaar lang, hij was een onderstudie van mijn man. Dus hij heeft een assistant rabbi, noemen ze dat. En die was dan met hem. Dus de kehila kent hem heel goed. Hij is uitstekend. En daardoor konden we ook weggaan, snap je? Je kan niet 400 families, dat ongeveer 1200 mensen, misschien 1500 mensen, zomaar laten, weet je? Dus het is een interessante vraag, want we hebben een aantal job opportunities gehad over de jaren. Maar mijn man heeft een shaila gevraagd en heeft gezegd, luister, als je geen goede rabbijn hebt in jouw plaats, dan kan je niet zomaar gaan. Het is niet alsof je ergens een gewone carrière maakt. Je kan niet even, het is niet alsof je bij een bank werkt of bij een verzekeringsmaatschappij. Dat is gewoon niet zo. Dat kan niet. Dus, en hij zei, nee, dat kan niet. Maar dus nu hebben we Baruch Hashem die hele goede assistant rabbi, die is nu gewoon raaf en die doet het heel goed. Dus dat is heel goed. Ja, en dat is heel fijn. Ja, dat is heel fijn. En je vroeg, je schreef me ook, wat was belangrijk in je leven? Wat voor dingen kun je herinneren dat belangrijk waren in je jeugd misschien? En in in dit leven met die kehilla? Ja? Wil je dat ik daarover spreek? Ja, we willen alles weten. Oké, ik denk dat... sorry, dat is een telefoon ergens. Oké, wacht even. Ik denk dat de Zesdaagse Oorlog in 1967 heel belangrijk was. En ik herinner me ontzettend goed, ik was 11. Het was ontzettend eng. Het leek er echt op alsof gasverscholing het einde daar was voor Israël. En we waren allemaal ontzettend involved. En toen kwam die ongelooflijke ommekeer. Weet je, de ongelooflijke navelgroep. En dat was echt heel, heel bijzonder. Dat was heel belangrijk. Een ander heel bijzonder iets natuurlijk is dat mijn ouders bereid waren om het huis kosher te maken en Shabbat te hebben enzovoort. Dat is heel belangrijk formatief geweest. Ik denk dat Bnei Akiva heel belangrijk voor me is geweest. En ja, ik heb heel goede jeugdherinneringen. Aviva is er weer. Ik had een fantastische schooltijd. Het was gewoon hartstikke leuk op school. Ik ging gewoon naar school en het was gewoon een soort kamp eigenlijk. Weet je? Maimonides was gewoon heel gezellig. Rospina en Maimonides was gewoon echt heel gezellig. En dus dat was heel fijn. En in het leven in onze kehila, als je me vraagt wat was bijzonder daar. Ik kan me heel goed herinneren. En misschien is dat een idee voor Nederland ook, waar jij bent. Behalve natuurlijk dat de Eruv is opgezet in Londen, voornamelijk door mijn man. Dat was, onze kehila was daar. En nu is er heel veel mensen hebben er heel veel genieten ervan. Maar dat was iets waar ik weinig mee te maken heb. Natuurlijk wel als een achtergrond, maar zelf niet. Maar mijn man wel. Maar we zijn heel lang mee bezig geweest, 15 jaar lang. Maar behalve dat zou ik ook zeggen dat we hebben een hele bijzondere Hagnasat Sefer Torah gehad. In onze kehila, waarbij elk lid, elke man, elke vrouw en elk kind een klein beetje geld heeft betaald om dat Sefer Torah geschreven te krijgen. En dat was ontzettend bijzonder. Dus het was echt een community Sefer Torah. En het was zo bijzonder. En we hebben een fantastische Hagnasat Sefer, dus elk kind heeft een pond betaald. Ik bedoel, dat is natuurlijk niks. Maar dat wil zeggen, nou, jullie hebben een regel gesponsord of weet ik veel wat. En dan de mensen die meer konden betalen, hebben meer betaald met de minder konden betalen. Maar iedereen zonder uitzondering heeft iets bijgedragen. Dus het was echt een Sefer Torah dat is geschreven door de hele kehila.
En er was een fantastische Hagmasat Sefer Torah. Echt door de straten gedanst. En ja, dat is heel bijzonder geweest. En daar ben ik heel hard mee bezig geweest. Heel veel tijd en moeite in gestoken. En het was heel bijzonder. En we hebben een prachtig diner die avond gehad. En dat is gewoon echt heel bijzonder. Dus dat is een van de dingen die me absoluut bijstaat. Er zijn natuurlijk wel andere dingen, maar oké, vraag. Ja, dat is inderdaad een heel erg mooi idee om een Sefer Torah met een kehila samen te laten schrijven. Het is een heel mooi idee. Ja, het is echt, maar goed, het is natuurlijk ontzettend veel geld. Dus, ja. als je weinig mensen hebt, dan is het natuurlijk moeilijk. Dat... Maar misschien, weet je, meeste Sefer Torah worden gesponsord door iemand die Ilu Nishma. Dat betekent ter herinnering aan iemand die overleden is, of ter herinnering aan, of ter eer van. Maar dit was dus echt gesponsord door de hele kila. We hebben ook met de school, die verbonden is aan onze kila, hebben we een hele educational event van gemaakt. En we hebben het zover uitgenodigd en laten zien hoe het schrijft. En ieder kind kon een letter schrijven. Ze kregen een naam met de letters van de Torah, ieder kind. Want ze hebben allemaal dus een pond gegeven, al die kinderen. Dat was heel bijzonder, weet je. Dus ze voelden zich ook involved. En ja, ze voelden, ja, dit is onze Sefer Torah. En dat is, ja, dat was heel fijn. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Ja, we hebben inderdaad een kleine kehila. Ik denk om het geld bij elkaar te krijgen van alleen de mensen in de kehila, dat zal moeilijk zijn. We hebben een paar jaar geleden inderdaad een Hagnasat Sefer Torah gehad van iemand in de kehila die een Sefer Torah heeft laten restaureren. En toen hebben we ook bijzonder. Ja, hebben we een hele mooie happening gehad. En we hebben ook een sofer laten komen die ook inderdaad met de kinderen geleerd heeft. En ze mochten ook allemaal, het was niet op hetzelfde moment, maar iets daarna. En ze mochten ook allemaal zelf oefenen met schrijven en inderdaad de namen schrijven en die dingen. Dus het is heel bijzonder, omdat ja... Het gebeurt niet vaak. Dus het laat echt wel een rossem achter. Tuurlijk. Ja, een hele sterke indruk. Ja, denk het ook. Ja. Ja. Oké. Maar je hebt verteld dat jullie dus 2 jaar geleden Aliyah hebben gemaakt. We willen ook heel graag weten wat jullie dan nu aan het doen zijn. Want je had gezegd, je ging niet zomaar daar zitten. Er moest wel wat gebeuren. Ja, precies. Nou, ten eerste, ik wil je laten weten waarom we Aliyah hebben gemaakt. Ten eerste omdat we dat altijd al hebben gewild natuurlijk. Maar ten tweede, omdat het land, het Joods land, het is zo klein. Maar de wereld wil niet dat we dat land hebben. En er wordt steeds meer van afgehaald. En er zijn, de Arabieren zijn heel sterk in Israël op het moment. En het is een tegenstelling tot wat de media allemaal... laten zien. Het is absoluut niet... Ze zijn heel sterk en ze nemen veel van het land. Dus wij voelen, de Joden moeten in het land wonen. Het is een fantastisch cadeau dat we hebben gekregen. Deze generatie. En als we dat niet gebruiken, dan is het eigenlijk een soort... een heel ondankbaar iets voor de Joodse mensen. Tegenover Hashem, tegenover God. Snap je wat ik bedoel? Weet je, als we dit hebben nu gekregen, dan moeten we er nu gebruik van maken. En het is maar zo klein, weet je. De hele wereld denkt, oh, Israël is zo groot en dat is helemaal niet waar. Maar dat was een van de redenen dat we er wilden zijn. En ook wat doen. Nou, mijn man geeft veel Joodse les. In het Ivriet en in het Engels ook. En ik geef ook Joodse les, maar wat interessant is, ik ben een life coach geworden, een CBT life coach, cognitive behavioral therapy life coach en weet je, dat soort dingen, de psychologische kant op. Ik doe ook nog een beetje doula werk, als je weet wat dat is. Dat is dat je met vrouwen meegaat om kinderen te krijgen, dus dat doe ik ook. Maar ik geef ook Joodse les. En dat is interessant, want ik had gedacht, nou, in Israël zijn er zoveel mensen die dat kunnen. Ze hebben mij niet nodig, maar blijkbaar toch. Dus er zijn kleine groepjes en die hebben me gevraagd en ik heb besloten, oké, ik doe het. Oké, zo. Dus we zijn druk. En wat ook heel interessant is,
Toen we dus in Engeland woonden, hadden we helemaal geen familie rondom ons heen. Maar nu wel. We hebben, ik heb, ja, onze familie is alweer kleiner geworden. Maar ik heb nu 2 broers hier en gauw nog een derde. Raf. Die was dus tot 4, 5 jaar geleden in Nederland. Die is nu in Düsseldorf. Die maakt ook een jaar in de zomer. Ik heb nu 3 broers hier, in Israël. Wat heel bijzonder is. Met hun kinderen en kleinkinderen. En Nomi, mijn zusje, die daar ook woonde, maar die genebisch overleden is, 2 jaar geleden ongeveer, die woonde daar ook. En die heeft ook een kind, of 2, of nog iemand geadopteerd, oké. Die heeft ook kinderen daar, kleinkinderen. Dus dat is heel bijzonder. En mijn man heeft ook een broer en zus daar, ook kinderen en kleinkinderen. En ik heb ook een nicht. En dus we zijn heel druk met de familie eigenlijk. Heel interessant. En we hebben ook, Boga, zijn 2 eigen kinderen die daar wonen. 1 getrouwd en 1 nog niet getrouwd. Met hun kinderen en kleinkinderen. En we hebben ook 2 getrouwde kleinkinderen daar met hun kinderen. Waar we ook heel druk mee zijn. Dus ik kan niet zeggen dat dit een echte retirement is. Weet je? We zijn druk. Heel druk. Baruch Hashem. Ja, met hele mooie dingen druk zijn. Ja. Dus je hebt, ja, je hebt al 8 kleinkinderen. Zo. Ja. Ja. Dat zou je niet zeggen. Ja, dat kan je doen. Make-up doet een heleboel. Met make-up kun je nooit van zeggen. Kun je nooit zeggen van, weet je, hoe oud is ze nou? Is oké. Wauw, dat is heel, heel bijzonder. Ja, Baruch Hashem. En dan moet je ook zeggen dat... Als je voorstelt dat je moeder in Auschwitz zat. Ja. En... Ja. En van haar zoveel nakomelingen. Ja, een grote stam als het ware. Baruch Hashem. Ja. Zo bijzonder. Ja, dat is echt, de revenge die we... Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ze heeft zelf ook veel gedaan. Mijn ouders hebben beide veel gedaan in Joods-Nederland. Maar ze zijn, helaas leven ze niet meer. Maar wat ze hebben gedaan, leeft toch voort, weet je? Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, in mijn vaders boekje schrijft hij ook over je ouders. Ja, dat is over Baruch Hashem, dat boekje. Ja, nee, Baruch Hashem is het benchboekje dat mijn vader heeft gemaakt. Maar over pijnzingen is het over pijnzingen, ja. En daar beschrijft hij hoe jouw ouders mijn ouders gesteund hebben in zo'n moeilijke tijd van het verlies van een kind. Ja, ik weet het dat herinner ik me dus niet, hè? Ik was te klein om te herinneren. Maar ik herinner me wel en het was heel vreemd, want mijn vader was erbij. Weet je dat? Mijn vader had een meeting met jouw vader of met je vader en je moeder, geloof ik. En het gebeurde toen hij daar was. En heel lang heeft hij de kleertjes genebbig van Borg in zijn auto gehad. En hij wist niet wat hij ermee moest doen. Het was heel bizar. En niet lang daarna is onze Sam overleden. Dus het was heel bizar. Maar ik dacht dat jouw broer voor mijn broertje is overleden, nee? Nee, mijn broer is in 1977 overleden. Dus jouw ouders waren daar? Nee, maar mijn vader was daar. Je vader was daar. Bij jouw ouders thuis. Hij had een meeting. Weet je, over die Joodse gemeenschap. Ik weet niet meer over wat. Over de Amsterdamse school, over de Joodse gemeenschap. Ik weet niet wat. Oké, want niet iedereen natuurlijk kent dit verhaal. Maar we gaan het ook niet uitgebreid over hebben. Maar basically, mijn broertje is aangereden en die is overleden. En... jouw vader was dus daar. En, was bij je ouders toen. Was en erbij. En het gebeurde buiten het huis. Het was op straat. En een paar jaar later gebeurt het met jouw broer. En toen hadden ze dus eigenlijk mijn ouders begeleid. En elkaar op deze manier kunnen helpen. Ja. Oké, nou dat... dat zijn van die dingen, weet je. Ja, dat zijn van die dingen. Maar we gaan over leuke dingen verder.
Want onze ouders, kunnen we zeggen, die gingen door met leven en die brachten Simge overal. En nog steeds mijn ouders, Baruch Hashem. Ja, fantastisch. Fantastisch. Dus wat fantastisch. Dat betreft... ja, wat je ouders hebben gedaan is echt ongelooflijk. Echt fantastisch. Ja, maar dat is eigenlijk denk ik ook de kracht van het Jodendom. Hè, dat ondanks wat je meemaakt, hè, want onze geschiedenis is natuurlijk een geschiedenis vol met verschrikkelijke tragedies. En toch zijn we altijd in staat om de veerkracht om gewoon door te gaan. Ja, het is veerkracht. Precies. En het is ook een grotere visie, weet je, van net zeg je Yisrael lo yishaker, dat zelfs als iets persoonlijks gebeurt, dat het Jodendom doorgaat en dat er enorme kracht is in de Torah, in het Jodendom, in die connectie en in de gemeenschap. De gemeenschap helpt elkaar en steunt elkaar en geeft elkaar kracht. Ja, dat is zeker zo. Ja. Dat is zeker zo. Ja. Oké. Okay, ja, ongelooflijk. Ja. Goed. Ik denk met alles wat je nu bezig bent, want je vertelt dat je dus ook een coach bent en ook een doula en lessen geven. Kan je vertellen bijvoorbeeld hoe pak je dat aan? Als je een doula bent, dan word je te pas en te onpas geroepen. Dus hoe combineer je dat met alle andere dingen? Nou, oké. Toen ik in Engeland woonde, kwalificeerde ik als een doula. Maar ik begreep dat ik had zo'n druk leven, dat ik dat absoluut niet... Weet je, dan moet je inderdaad 24 uur klaarstaan. En je moet alles kunnen vallen, laten vallen. En gewoon gaan naar het ziekenhuis of naar het huis of weet ik veel wat. En daar gewoon een dag en een nacht blijven als dat moet, bijvoorbeeld. En dat kon ik gewoon niet. Want Baruch Hashem, we hebben 7 kinderen. En ik had ook al kleinkinderen en ik gaf les op school en ik had dus de kihila en deed heel veel andere dingen bij. En al de kalot en al de Antonese klas, dat was gewoon niet mogelijk. En een druk leven, veel gasten altijd. Dus dat was gewoon niet mogelijk. Dus nou, als ik in Israël kom, dan kan ik het gaan doen. Want dan heb ik dus geen kihila en dan ben ik dus onafhankelijk. Ik geef geen les op school, maar dan moet je ook, wanneer je een schema hebt. Dus ik ben meer freelance, noemen ze dat. Dus dat doe ik. Maar de eerlijke waarheid is, het is heel moeilijk om een dag en een nacht gewoon niet te slapen en alsmaar te masseren en erbij te blijven. Dat is gewoon heel moeilijk, heel zwaar. Dus ik doe het niet vaak. Ik neem het aan 1 keer per maand, 1 keer per 2 maanden. Want het is gewoon hartstikke vermoeiend. Ik ben ook een dagje ouder, weet je? Ja, dus, het is niet te zien, maar ik geloof het wel. Ja, ja. Nou ja, Aviva weet hoe oud ik ben. Ja, maar jullie zijn van voor, jullie zijn een generatie boven mij. Dus. Ja, dus jij weet het niet. Dus, maar goed, oké. Okay. Ik snap wat je zegt. Met alle werkzaamheden dan. Ja, ik ben natuurlijk Rebbetzin hier in Den Haag. En het is ook dat, ja, soms... is het gewoon van, je kan toch niet nog zoiets erbij doen? Want alle taken die je hebt, zijn eigenlijk fulltime. Alleen een fulltime job, ja. Alleen het wordt niet zo genoemd en het wordt niet betaald. Het is onbetaald. Nee. Ze zeggen, de benefits are out of this world. Weet je, in de Olam Haba krijg je de benefits. Maar het was wel zo. Dus bijvoorbeeld 's avonds, de meeste avonden gaf ik of les of ik ging naar Simchas of Genebbe Shivas, weet je? Ik was bijna nooit een avond normaal. Ik had geen vrije avond, behalve vrijdagavond, maar had je gasten. Dus dat bestond gewoon helemaal niet. Dus ik moet zeggen, mijn kinderen zijn kolleke wat dat ze dat allemaal hebben geaccepteerd en aanvaard. En ik hoop dat ze niets hebben geleden. Weet je, I try to make it up another way. We hebben leuke vakanties gedaan met de kinderen, weet je. En ik probeer andere tijden met ze te spenderen. Maar toch, weet je, het was toch altijd wel druk 's avonds. Altijd. Weet je, of lesgeven, of je moet naar een simpel, weet ik veel wat. Zoals je zegt, die doula-toestand kon er niet meer bij. Dus ik heb het niet gedaan. Ik wacht dat ik in Israël woon en dan kan ik het doen. Dan heb ik geen kila meer, dan heb ik geen school meer.
dan kan ik het doen. En nou ben ik te moe. Maar ik doe het toch. Dus, maar een beetje, niet te veel. Een beetje, oké. Okay. Ja. En de werkzaamheden als die je dus daarbij doet, hè, dat je, je krijgt dus mensen bij je met hun problemen. Ja, en natuurlijk met die corona was het veel over Zoom. Heel veel is over Zoom geweest. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als je een beetje ouder bent, ik denk dat we ons allemaal moeten aanpassen. Het is veel makkelijker om een baan te hebben waarbij je met mensen praat, dan als je hard lichamelijk moet werken. Dus ik denk dat het eigenlijk prima, weet je, het zegt Benjamin Shimle Eetza. Maar ben je dus meer dan Benjamin Shimle? Wat betekent, er staat een plekje wat, als je 50 bent, dan is het tijd om geconsulteerd te worden. Dan word je consultant. Mensen consulteren met je. En ik denk, ja, het is waar. Dan hoef je niet zo hard met te werken lichamelijk. En dan kunnen de mensen je raad vragen. En het is eigenlijk een soort raad, weet je. Een life coach. En ik heb natuurlijk voor gestudeerd. En ik heb allerlei cursussen gedaan. Maar het is al zo. Dus het is eigenlijk goed gepast aan mijn leeftijd. En bovendien voel ik ook inderdaad wel dat als je life experience hebt. Weet je, echt veel ervaring, levenservaring. Want dat heb ik natuurlijk, OGSM. We zijn bijna 45 jaar getrouwd. Dus dat is ook, het is lang. Want ik heb veel gezien, veel meegemaakt eerlijk gezegd. OGSM, de kinderen zijn bijna allemaal getrouwd, nog eentje niet. Leven is gecompliceerd. Ik heb de wijsheid van het leven komt op een oudere leeftijd. En dus ik vind het heel goed aangepast aan een oudere leeftijd. Klasse. Dus als je me zegt, hoe doe je dat? Nou, het is makkelijk. Het lesgeven vraagt veel meer van me, want dan moet je heel veel voorbereiden. Weet je, als je lesgeeft, dan moet je gewoon heel, weet ik veel, urenlang voorbereiden. Want je moet wat overbrengen. Dan kan je wel zeggen, ja, je weet het wel. Maar elke keer toch, voordat je lesgeeft, moet je, nou, jij weet het waarschijnlijk ook, moet je toch weer vers zijn. Het moet nieuw zijn. Het moet aangepast zijn aan die audience. Zo is het gewoon. Ja, dus okay. Dus we doen het zo en zo. Het is een combinatie. Okay. Ja, ik wilde inderdaad ook vragen, want je hebt Baruch Hashem een groot gezin. En ik wilde ook weten van, vertellen je kinderen nu daar iets over? Van hoe ze het eigenlijk vonden om zo'n druk leven te hebben? Of was het gewoon vanzelfsprekend voor ze? Het is heel interessant. We hebben ze er wel eens over gevraagd. Ten eerste denk ik dat een deel ervan, natuurlijk is het niet zo leuk om de kinderen van een rabbijn te zijn, want je woont in een viskom, weet je. Dus ze bekijken je de hele tijd, ze bekritiseren natuurlijk enorm. Daar heb ik me gewoon weinig van aangetrokken. Maar het is natuurlijk toch zo. Maar ze zeggen eigenlijk dat ze trots waren op mijn man en dat ze eigenlijk daardoor zich beter hebben gedragen. Zoiets van noblesse oblige. Weet je, ze dachten, oh god, dat kunnen we mijn ouders niet aandoen als we dit en dit gaan doen. Dus we doen het maar niet, weet je. Dus op een gegeven moment denk ik dat het in ons voordeel is geweest. En ik moet je zeggen, ze hebben niet, toen ze allemaal teenagers waren, ze, oh, we will never do what you did. We're never going to be rabbis and rabbitans. No, no, no. Much too hard work, blah, 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 blah. En het grotendeel zijn rabbanim en gamgim en dat soort dingen. Dus zo erg kan het ook weer niet zijn geweest, snap je? Dus what can I say? Weet je? Ik denk luister, het is een goede levensvulling. Ik voel me heel erg geprivilegeerd. Is dat een goed Nederlands? Privileged. Hoe zeg je dat in het goed Nederlands? Ja, geprivilegeerd. Ja, volgens mij is dat Nederlands. Ik ben heel dankbaar. Bevoorrecht. Dankjewel, bevoorrecht. Ja. Wie zei bevoorrecht hier? Aviva. En u ook. Okay, dankjewel. Ik voel me bevoorrecht dat ik ben echt heel dankbaar dat God ons dit heeft laten doen. Het klinkt heel vreemd misschien, maar het is een leven wat heel veel vervulling geeft en belangrijk is. Weet je, het is een heel bijzonder leven. Het is een heel bijzonder leven. Het vraagt veel, maar het is heel bijzonder.
En je kunt wat doen voor de mensen. En dat is ongelooflijk. Dat is dat voelden we echt allebei als een gave. Een gave van God. Dat we dit hebben kunnen doen. Al die jaren lang. Was het altijd makkelijk? Nee. Was het maar... Oké, het is een heel goed leven. Baruch Hashem. Weet je, als je mensen wat kunt geven. Als je in het Engels zeggen we... Giving is living. En geven is leven. En ik geloof dat het echt zo is. Ik denk dat als de mensen een depressie hebben... Hi Gida. Als de mensen een depressie hebben... een van de... Nu zeggen ze dat met de life coaching en al dat soort dingen. En mindfulness. Als je heel depressief is... Nou, weet je wat je dan moet gaan doen? Een aantal dingen. En een van die dingen is... Doe volunteering. En ik dacht... Hé. Eindelijk, na 3.500 jaar. Dat is wat de Torah al lang heeft gezegd. Weet je, de Torah is vol van dit. Je moet aan andere mensen geven, niet alleen tzedaka, maar ook proberen de mensen een riem onder het hart geven. En kijken wie jou nodig heeft. Dus, oké. En dat trekt de mens op. Dat geeft de mensen een heel goed bevredigend gevoel. En het is heel belangrijk voor de kehila. En dat is een heel erg belangrijk Joods principe. Dat de mensen eindelijk nu de moderne psychologie erkent. Maar het heeft ze erg lang geduurd. Maar oké, dus Baruch Hashem, ik ben heel dankbaar dat we dit leven hebben kunnen leiden. Echt, Baruch Hashem. Oké. Okay. Ja, nee, het is heel mooi dat je dat vertelt. Want het is inderdaad, net voordat corona begon, was mijn man begonnen met een van de JLI-cursussen. Die wereldwijd tegelijkertijd gegeven wordt. En dat ging over hoe de invloed van de Torah op de wereld is geweest. En een van de eerste lessen, de tweede les die ik erbij ben gaan zitten, want normaal heb ik daar niet echt tijd voor, maar die avond ging ik meedoen, de laatste voor corona. En dat ging over tzedaka. En dat eigenlijk, dat iedereen in de wereld vindt, de meeste mensen vinden het normaal dat je geld geeft voor het Rode Kruis of voor het AIDS-fonds of voor whatever. Hè? Ja. Maar het komt allemaal uit de Torah. Het is het Jodendom, wij leren het in de Torah dat het allemaal heel normaal is. Maar het is pas veel later in de niet-Joodse wereld terechtgekomen omdat ze van ons hebben geleerd. Ja, en ik zie dat met heel veel dingen. Want ja, nou, jij vertelt allerlei dingen die jij gedaan hebt als Rebbetzin en die je nu dan niet met een kehila doet, maar eigenlijk nog steeds bezig bent. Nou ja, ik heb dat natuurlijk ook als Rebbetzin in een kehila en ik geef ook lessen aan Kalot. En een van de mooie dingen die ik van een collega heb gehoord, dat was inderdaad, dat ze had dus een kala die kwam bij haar voor lessen, maar die kwam met zo'n attitude van, ik heb hier helemaal geen zin in. Maar die zat daar voor de eerste les en ze dacht, nou, die komt echt niet meer terug. En daar stond ze weer voor de tweede les. Dus die zegt tegen de Rebbetzin, je had mij niet verwacht. Hè? En ze zegt, nou ja, ik ben blij dat je er bent. Maar ze zegt, nou, mijn verloofde, die is een coach. En toen ik dus klaar was van die eerste les en ik spreek hem en ik vertel, nou ja, zo raar wat ik geleerd heb. En ze had dus een beetje informatie gekregen over wanneer een man en een vrouw elkaar fysiek niet mogen aanraken. En dan ongeveer 2 weken wel, 2 weken niet. Dus ik vind het zo raar, waarop hij zegt, waar komt dat vandaan? Zegt ze, ja, dat doen de Joodse mensen. Zo is dat in het Jodendom. Ik wist er niet van. Ik nooit gehoord. En zegt, oh, nou, heel interessant. Want ik vertel dit aan mijn klanten die bij mij komen met huwelijksproblemen. Ik dacht dat ik dat zelf uitgevonden had. Ja. Nee, het is, maar het dat is dus 3300 jaar oud. 100 jaar geleden maar het is door Johnson & Johnson in Amerika. Die hebben dat, weet ik veel, ongeveer 30 jaar geleden hebben die dit als een oplossing gevonden. Voor mensen die moeilijkheden hebben in hun huwelijk. Om de intimiteit dus gewoon 2 weken stop te zetten. Helemaal. En dan langzamerhand weer. En dat schijnt enorm te helpen. Dus dat is zo interessant, precies. Ja, dus ze kwam weer terug. Fantastisch. Okay. Ja, dus ze kwam terug, want haar verloofde zegt, tuurlijk gaan we dat doen. Ja. Okay. Dus ja, het is ongelooflijk. Wanneer je bezig bent, en zelf leren we natuurlijk continu, hè, want je bent continu, wanneer je voorbereid, leer je weer zoveel nieuwe dingen.
En ik heb het continu dat ik ben niet verbaasd, want ik weet het. Hè? Maar het is zo onvoorstelbaar wanneer je dat dus weer ziet en weer op een ander vlak en weer op een ander vlak. Hoe alles gewoon in de Torah staat. En op het laatst terugkomt en nu wordt het pas ontdekt en je denkt, my goodness, weet je? Ja, ja. Ja, ja. Iets en Israël zeggen ze bokker tov, wat? Iets anders wat je ook noemde, hè, van ook de moeilijkheden die je meemaakt. Hè. Ik denk ook dat als wanneer je dus een kehila hebt en je hebt toch in een bepaald opzicht een soort zorg voor de mensen, dat datgene wat Hashem je geeft, wat je meemaakt, dat je dat ook moet meemaken om daarna jouw leden weer te kunnen helpen. Ja, ja, en absoluut. Ja. Dat is ook iets wat ik hoor van jou en wat ik in de praktijk ook gewoon meemaak. Hè, dat niks is voor niks. En alles wat er gebeurt, heeft een bedoeling. En gaat, of je het gelijk gaat zien, of over een jaar of over 10 jaar. Maar je gaat een moment komen dat je zegt, hiervoor heeft Hashem het bedoeld. Ja. En dat is zo bijzonder wanneer je kan leven met... met deze krachten. Hè? En, Maar het is, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat is waar. Maar als de mensen door moeilijkheden heen gaan, dan kan je daar niet mee aankomen. Dan moet je gewoon heel erg lang mee wachten. Want... Nou, het ligt eraan waar het over gaat. Kijk, ik kan een voorbeeld geven, want die heb ik al een keertje genoemd hier op de Zoom. Maar ik vind hem nog steeds heel grappig. Ik had een hele moeilijke zwangerschap bij mijn jongste. En ik ging echt door de hele molen heen in het ziekenhuis. En ze wisten niet wat er met me aan de hand was. En uiteindelijk hebben ze me dus gewoon naar een psychiater gestuurd. En gezegd, misschien moet je gewoon maar wat nemen. Misschien gaat het je helpen. Nou, oké, prima. Het had niet geholpen, maar het ging wel beter. Omdat ik weer ging eten en whatever. Maar een jaar later is er een vrouw en die... voelt precies hetzelfde tijdens haar zwangerschap. En die vrouw die was niet van onze gemeente, maar ik had gewoon goed contact met haar. En die kwam naar me en die zegt, de vrouw van de liberale rabbijn, waar zij dus lid was, die zegt dat ik moet Tehillim zeggen. En toen zei ik, maar je moet ook naar de dokter gaan. Dus zij had het omgekeerde verwacht. Ja. Ze had van mij verwacht dat ik zou zeggen... Tehillim zij zeggen en die andere... Okay. Precies. Maar ik zei, omdat ik het net meegemaakt heb, kon ik haar wel adviseren. Absoluut. En dat heeft ze heel erg op prijs gesteld, want ze heeft gelijk gedaan wat ik zei. En ze is ook geholpen. En de zwangerschap is beter verlopen na de hulp die ze gekregen heeft. Nee, natuurlijk. Nee, dat is absoluut waar. Maar ik heb het over ergere dingen. Over dingen, bijvoorbeeld toen mijn broer overleden was. En dat leek. Waarom? We begrijpen het nog niet. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. En het heeft me een diepe persoon gemaakt. Maar ik kan niet zeggen, dit is daardoor, daarom is het gebeurd. Weet je, dat is gewoon niet... Dat is, weet je, er zijn bepaalde dingen. Maar het is natuurlijk wel waar. Het belangrijke is dat je echt iets goeds maakt van een moeilijke situatie. Dat je er wat van leert en dat je de andere mensen mee helpt. En dan gewoon, dat is absoluut waar. Maar inderdaad, in zulke hele moeilijke situaties... Ja. Dan is het alleen maar een luisterend oor en een schouder geven om te huilen. Absoluut. En niet met jouw wijsheden komen. Nee, want ik weet inderdaad... Nee. Ja, wanneer zulke dingen gebeuren en mensen komen met hun wijsheden... worden vaak niet geapprecieerd. Omdat voor de een werkt het en voor de ander helemaal niet. Dus daar moet je zeker een verschil in maken. Ja, je moet gewoon voorzichtig zijn, weet je? Ja, absoluut. Begrijpen met wie je spreekt en... Wat er dan ook is. Tuurlijk, ja. En daarom zei ik, je moet er tijd over laten heen gaan, weet je. Als het niet zo erg is, dan kan je dingen zeggen. Maar als het wel heel erg is, dan... Ja, nee, dan geef je geen advies. Dan ben je er gewoon voor ze en that's it. Nee, helemaal. Dat klopt. En nu, terwijl je zoveel lessen aan het geven bent... zijn er ook, zeg maar, dat je echt... mensen die meer over Yiddishkeit willen weten, die heel weinig weten, is het dat soort lessen die je nu geeft? Of is het echt... Dat is heel interessant dat je dat zegt. Ik geef les aan één iemand die inderdaad niet geaffilieerd is. Dus dat is één.
Dat is zoiets van partners in terror, weet ik veel wat. En er is ander iemand die heel erg disabled is. En dan is er een groepje van vrouwen die, wat heel fijn voor mij is, die graag willen leren. Weet je, die heel gemotiveerd zijn. En die zijn al baderig op weg. En die willen gewoon meer. En dat is gewoon heel erg leuk. Dus dat is heel, heel fijn. En je voelt dat je daar iets hopelijk kan doen. Ja, 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 ja. Maar ik heb ook nog een heleboel, weet je, tegenwoordig. Het is niet van, oh, nou, dan zijn we dus van de Kihila weg. Maar omdat er WhatsApp is en e-mails en telefoon, zijn we eigenlijk nog gewoon een deel van de Kihila. Dat begrijp je. En ik heb nog heel veel contact met iedereen. Je moet niet denken, oh, lekker, you know. En wat absoluut waar is, weet je, heel veel mensen hebben alia gemaakt van onze Kihila over de jaren. 35 jaar. Dus daar heb ik ook contact mee. En ja, Bogusem. En ook als er minder leuke dingen zijn, dan zijn we er ook voor ze, snap je? Dus het is gewoon een levenslange band die je hebt. Ja. 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 Ja, dat is zeker een verschil. Want ik herinner me voor de tijd van de mobiele telefoons, als mensen vertrokken, die gingen naar Israël. En het was zo moeilijk. We vonden het zo moeilijk. Het was echt van, ze vertrekken nu en je hebt gewoon geen idee wanneer ga je ze weer zien, wanneer ga je ze weer spreken, je weet het niet. Ja, terwijl nu als mensen is het gewoon weggaan, even dan WhatsApp, FaceTime, hi, hoe is het? Ja. Even checken, hoe is het? En dan krijg je een berichtje, ja, we hebben een nieuwe baby, nou, stuur foto's. En het is, ja, de afstand is zo afstand klein. Afstand is klein, dan moet ik je zeggen, met COVID was het moeilijk. Maar met dit maakt een heleboel verschil uit. En de Zoom, heel veel verschil. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, heb je nog een mooie boodschap? Een advies voor de mensen die hier vanavond luisteren en de mensen die het later gaan horen? Ik zeg tegen mijn kinderen altijd 5 dingen. Maar ik weet niet of dat geschikt is. Een paar dingen zou ik willen zeggen. Ik zeg, be good, kind, nice, happy and careful. Dat zijn 5 dingen die ik tegen de kinderen zeg. En toen ze klein waren, betekende dat een beetje wat anders. Maar ik denk dat de boodschap toch hetzelfde blijft. Be good. Wat betekent dat, to be good? Be a good person and live the best life that you can. Oh, sorry. Ik weet niet hoe ik het uitzet. Oké, nou, praat maar gewoon door. Ik praat gewoon door, oké. Probeer het allerbeste te zijn als persoon. Vervul jezelf die je kunt zijn. Weet je, dat is het allereerste. Be a good person, be a good with Hashem and with yourself and with other people. That's the first thing. Probeer jezelf te vervullen. De tweede is, ik zei tegen de kinderen altijd als ze aan het vechten waren, are you kind and nice? Nou, dat waren ze dus duidelijk niet. Maar dat betekent, oké, wat is het verschil tussen kind en nice? Kind betekent dat je compassionate, dat je in je hart empathisch bent met andere mensen. En nice betekent gewoon wees aardig, wees beleefd. Het kost je niks en het maakt het leven zoveel aangenamer voor iedereen. Weet je, dus dat is makkelijk. Happy. Nou, happy betekent een balans in je leven. Dat wil zeggen, je kunt heel goed zijn en heel kind en nice, maar je kunt ook, sommige mensen geven enorm veel van zichzelf. En dan soms, they're burnt out. Weet je, niet iedereen is zo. Er zijn heel veel mensen die heel veel voor zichzelf doen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die heel veel van zichzelf geven. En ik bedoel dan, zorg dat er een balans is in je leven altijd. Dus als je te weinig doet, doe een beetje meer. En als je heel veel doet, zorg dat je altijd, dat je ook aan jezelf denkt. Bijvoorbeeld, ik doe het door boeken te lezen. Gewone, normale boeken. Weet je, iedereen moet zichzelf een uur per dag geven. Dat ze dingen doen dat zij
fijn en leuk vinden. Want als je altijd doet wat moet en wat belangrijk is, op een gegeven moment heb je geen olie meer in je systeem. Heb je geen benzine meer. Je moet gewoon zorgen dat je dat wel kan. En sommige tijden is dat moeilijker dan anders. Maar de happy is ook dat als je te weinig doet wat belangrijk is in je leven, zorg dan dat je meer ervan doet. In andere woorden, de balans van het leven is ontzettend belangrijk. En dan careful, en dat is iets wat de meeste mensen nooit denken, maar wat wel belangrijk is, is niet iedereen heeft het zo goed met je voor. En dat moet je weten. Want zo is het gewoon. En je moet jezelf een beetje beschermen. En je moet er bewust van zijn. Weet je? Watch your back. Dat is alles wat ik zeg. En denk, weet je, bijvoorbeeld, ik ben nooit iemand geweest, weet je, ik heb aanzoeken gehad, wil je op tv, wil je op een interview van National Newspaper, heb ik altijd geweigerd. Want waar heb je dat voor nodig? Want er zijn een heleboel mensen die dan meteen, en je beschadigen. It's not necessary. Je moet gewoon, be it careful, watch your back. Wees je er bewust van. Dat wil zeggen, be careful. En ook als je in Israël bent, kijk om je heen. Want er zijn genoeg mensen met messen die je beschadigen willen. En je kan niet naïef zijn. En wat interessant is, dat in het Jodendom, de Torah geeft ons een hele goede boodschap wat dit betreft. Het zegt, we haftele rechter, kom op, ga geven een heleboel aan hier, een heleboel. Maar als iemand je aankomt vallen, habale harke ga hashkem hargo. Dat als iemand je aankomt vallen, zorg dat je jezelf kunt beschermen. Dat je jezelf kunt verdedigen. Dat is ontzettend belangrijk in het leven. Dat je niet naïef zijn. Daarom zijn er bijvoorbeeld, als iemand je financieel vreselijk benadeelt, dan moet je naar een gerechtshof gaan. Niet zeggen, oh ja, het was beschermd. Nee, het was niet beschermd. Die persoon is schandalig geweest. En je kan het niet over je laten gaan, over je heen laten gaan. Weet je, dus sta in het leven, wees bewust, probeer zo goed mogelijk mensen te zijn, wees empathisch met anderen, doe heel goede dingen voor andere mensen. Zorg dat er balans is en watch your back. Nou, dat is, dat, daar kunnen dat we zeker wat mee. Okay. Heel erg bedankt. Was ontzettend interessant en heel fijn dat het gelukt is van onze beide kanten om een moment te vinden. Ja, want ik moest je zeggen, vorige week was niet mogelijk. Oké. En weet ervoor ook niet. Dus Baruch Hashem. Heel fijne vakantie, Sarah. Wat goed dat je dit doet. En ik wens jullie allemaal heel veel sterkte en alleen goede dingen in je leven. En amen. Be'ezrat Hashem, amen. Simcha en goede dingen. Dag Giltje, dag iedereen. Oké. Leuk. Nou. Leuk. Tot de volgende shiur begint. Mag ik even vragen wie de andere mensen zijn? Wie ben jij, Jetta? Wie ben jij? Ik ben Jetta Oldenberg. Ik ben lid van de Liberaal-Joodse gemeente. Ik ben vol Joods. Ik had, zoals dat heet, 4 Joodse grootouders. En mijn moeder heeft het geluk gehad dat ze in de oorlog in Palestina was. Wauw. En mijn vader is door zijn werkgever destijds, werkte voor Philips. En Philips was een hele goede werkgever. Ja. En die heeft meteen de eerste beste dag ongeveer van de inval gezegd, jij moet weg, want jou pakken ze. En die was dus op 13 mei al in Londen. Wauw. En ik ben totaal niet Joods opgevoed. Mijn vader is heel jong overleden. En hoewel mijn moeder alles wist, kon ze het niet, wilde ze het niet. En mijn vader heeft natuurlijk een heel groot deel van zijn familie verloren. Waardoor hij, begrijp ik, want ik was te jong om me dat te realiseren, enorme afstand nam. En dat is begrijpelijk, zeg ik nu. Ja. En toen mijn moeder heel oud was, heeft ze gezegd dat ze daar spijt van had. Dat ze ons, want ik heb 1 zusje, nooit Joods veel meer geleerd heeft. En toen heb ik tegen haar gezegd, mam, als het komen moet, dan komt het. En als het niet komt, is het ook goed. En ik heb nu een kleinzoon van 16. En die heeft, weliswaar dus bij de LJG, 3 jaar geleden zijn bar mitzvah gedaan. En roept nu, ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben. Maar ach,
we zien het wel in de toekomst. We zien het wel, ja. Teenagers zijn een ander soort mensen, weet je. Je moet gewoon eventjes pauze nemen. Even ademhalen en dan wachten tot ze weer hopen. Ik ben heel blij voor mezelf dat ik... Nou ja, dat ik op de rand toekijk en dan weer bezig ben op mijn eigen gedachten, maniertjes. Het is bevroren. Het loopt gewoon goed. Het is goed zo. Ja, het is goed zo. En ik was heel erg onder de indruk van jouw verhaal. Je hoeft niet onder de indruk te zijn. Maar gewoon door de manier waarop je er bent, de manier waarop je doet, de manier waarop je... bijzonder iemand. We zijn gezegend geweest. Ik voel het echt. Grote Brogge, dat we opgegroeid zijn in deze tijdperk, door deze ouders, in deze kehila, met deze invloeden. Baruch Hashem. Dankjewel, Jetta. En wie ben jij, Sophia? Wie is dat? Ik hoor je niet. Je bent op mute. Ik hoor je niet. Kan je jezelf... Mute. Misschien moeten jullie even Facebook uitzetten. En even zo'n recording doen. Hallo, ik ben nu blijkbaar wel de speaker.